bellen met een goede bekende. We kennen haar allemaal als zwemkampioen, als sportjournalist, als staatssecretaris, Tweede Kamerlid, natuurlijk van het NOC-NSF, maar ook als televisiepresentatrice. Heb je dat gezien? Dan ging ze terug naar haar geboorteland. Ik heb dat niet gezien. Dat was volgens mij Indonesië even uit mijn hoofd. Was die pilot? Ja. Ja? En dan zie je inderdaad dat ze opeens weer voor het zwembad staat, waar ze haar eerste zwemlessen heeft gehad en zo. En dat was echt heel leuk. Vanavond is haar eerste echte officiële programma om 9:50 op Nederland 1. Het heet Erika op reis. Het is niet heel gek dat we dan ook een Erika aan de lijn hebben. Het is namelijk Erika Terpstra. Goedemiddag. Goedemiddag, mannen. Hoe is het met u? Ja, ik word zo langzaam een beetje zenuwachtig. Waarom? Want, het is natuurlijk toch heel spannend dat er vanavond voor de eerste van 6 weken lang een programma van jezelf de buis op gaat. Mm. En ik ben ontzettend benieuwd wat mensen ervan zullen vinden. En ik denk dat we gaan vandaag naar Bhutan. Dat is een klein landje in de Himalaya. En ik denk dat minstens zo leuk wordt als de pilot. Hey, en het is een reisprogramma dus. En wij hebben natuurlijk bij BNN3 op reis met Floortje Dessing, die natuurlijk ook ongeveer iedere uithoek van de wereld wel heeft gezien. Ja. Maar is dat programma te vergelijken of is het iets heel anders? Nee, het is iets heel anders. Mijn insteek van mijn programma. Ik heb grote bewondering voor Floortje trouwens, hoor, moet ik zeggen. Mm-hmm. En dat is zonder enig twijfel. Maar mijn programma heeft een wat andere insteek. Ik ben op zoek naar inspirerende mensen. Ik ben op zoek naar spirituele leiders. En ik ga iedere cultuur waar ik kom, die ga ik onbevangen van binnenuit meemaken. Dus ik doe ook alles mee wat er mee te doen is. Oh jee. In Jordanië. In Jordanië zit ik gewoon in een Jordanees koffiehuis. Zit ik een waterpijp te roken. In India dan eet ik een betelnoot. Nou, dat wil je niet weten. Ja. En in Swaziland kom ik op de markt een vrouw tegen die snuiftabak verkoopt. En dat wilde ze ook aan mij verkopen. Ik zei van nou doe dat eerst maar voor. En dat deed ze. Het was zeker niet de eerste keer voor haar. Dus ik dacht nou dat doe ik ook. Nice. Maar Erika, jij hebt iets. Dat is, jij hebt natuurlijk zo'n ontzettende blije kop. Dat ik weet, toen ik de pilot zag, toen dacht ik, ja, daar kun je in heel de wereld wel mee aankomen, weet je wel. Iedereen ontvangt je met open armen. Nou, die ervaring heb ik ook een beetje. Sterker nog, ik kreeg in Jordanië zelf van een zoon zijn vader aangeboden om mee te trouwen. Nee! een Bedouin van 70 jaar. Wat mooi. Of was jij het wisselgeld? Dat kan ook natuurlijk. Nee. Ik mocht hem helemaal meenemen, strikt erom en zo. Maar ja, ik kon hem niet verstaan. Toen dacht ik, nou, dan laat ik hem maar hier. Nee, precies. Hey, maar even, want ik hoor je net zeggen, je bent in Swaziland geweest. Dat is daarbij in Zuid-Afrika, weet ik. Ja. En, maar die koning van Swaziland, heb je je daar in verdiept? Ja, die heb ik er zeker in verdiept. En ik had ook gehoopt dat we hem zouden mogen interviewen. Oh, ja. Maar hij was in het buitenland met zijn nou, tug aantal vrouwen. Want anders had ik hem heel graag willen interviewen. Ja, maar je had toch gewoon kunnen zeggen dat je nog een maagd bent? Ja. Hij gleupt dat. Maar die man heeft echt 30 vrouwen of zo, hè? Ja, maar die heeft toch ook jaarlijks dat hij allemaal maagden voor zich laat dansen. Ja. En dan kiest hij er weer een paar uit voor de komende dat tijd. Dat hadden we graag willen zien, Erika. Nee, per jaar 1, hè? Oh, okay. Per jaar 1. Oh, okay. Ja, okay. Ja, dus het loopt wat langzaam op, maar het is wel heel kleurrijk. En ik heb begrepen dat je ook echt wel hele echt bijzondere ervaringen hebt gehad op een van je reizen. Ja, ja. Ik heb in Mali. Heb ik echt een heel mystiek moment meegemaakt. Ik was daarvoor in Guatemala geweest. En in Guatemala doen ze allerlei ceremonieën, zodat je contact hebt met moeder aarde. En ook contact met mama coca. Hoe vind je dat? Zo. Maar misschien wel dat ik daardoor wat meer open zat. En in Mali had ik echt een mystiek moment dat ik dacht van wauw. Dat roert mijn ziel. Maar wat gebeurde er dan? Ja, het was alsof ik. Ik mediteer altijd, iedere dag. En dit was eigenlijk een onverwacht, diep meditatief moment dat ik echt het gevoel had dat ik verbonden was met de hele kosmos. Zo! Ja, dat is veel hoor. Nou, ik merkte er wat van thuis hier.
Nee, maar het was heel bijzonder. En ja, ik dacht, het bestaat. Ja, maar dat moet je toch iets beter uitleggen, Erika. Wat voel je dan? Dat kan je niet. Dat kan je niet. Je voelt je alsof je... alsof je niet meer in jezelf gevangen zit, maar dat je onderdeel bent van die grote kosmos. Ja, ik kan het niet uitleggen. Maar is dat een fijn gevoel of juist niet? Ja, het is heel erg mooi. En gaan we dat moment ook op televisie terugzien? Dat weet ik niet, want we hebben hem nog niet geëdit. Oké. Hij moet nog gemonteerd worden. En ik weet niet of dit moment, of je dat kan visualiseren. Maar wat ik wel kan visualiseren, en dat gaan we natuurlijk ook doen. Ik heb ook mijn grote droom mogen verwezenlijken. Ik heb de Dalai Lama mogen interviewen. Ja. En dat vond ik echt zo bijzonder. Maar ik heb bijvoorbeeld ook de opperpriester van de Maya's over... Ben je er nog? Ja, we zijn er nog. Doen jullie dat? Die gong? Oh, je gong? Is het de kosmos? Trek je weer uit jezelf, Erika? Gaat het wel goed? Hallo, Erika! Hier 3FM! Heel mooi, jongen. Nee. Hey, wij gaan er een eind op rijden, Erika. Vanavond 10 over 10 Nederland 1. Ook nog genomineerd natuurlijk voor een... wat is het? Een aanstormend talent. Gouden televisiering. Ongelooflijk, hè? Ja, het moet niet gekker worden. Nee. Het is niet te geloven. Maar ik hoop dat heel veel van jullie mensen... gewoon even dat op internet zetten. Want ja, ik heb echt... Nou, ik vind het gewoon hilarisch dat ik genomineerd ben, maar dan wil ik hem winnen ook. Zo is het. Vind je niet? Zo is het. Dus als jullie dat nou op internet zetten en mensen zeggen, voort, dan kunnen ze op de stemmen. www.televisiering.nl. Hoppakee. Hey, laatste vraag doen we altijd bij een nieuw programma. Ja. Hoeveel mensen gaan er vanavond naar jou kijken? Nou, ik hoop heel veel. Noem wat. Een miljoen? Nou ja, bij de pilot keken er iets meer dan 1 miljoen naar, maar dat was natuurlijk wel heel bijzonder. Maar je gaat voor de magische grens van een miljoen, toch? Absoluut. Maar we gaan het zien. Vanavond 10 over 10 bij Omroep Max op Nederland 1. Dankjewel, Erika. Dankjewel, jongens. En fijne avond verder. Gaat lukken. Hoi. Hoi.